armoede is iets van gisteren, iets van vandaag en helaas ook van morgen. Alleen wat je nu ziet is dat er echt vele honderdduizenden gezinnen niet rond kunnen komen. En dagelijks stress hebben of ze het eind van de maand nog kunnen halen of ze hun kinderen nog kunnen geven wat nodig is. Ik word er verdrietig van omdat het zoveel mensen zijn en omdat ik eindelijk ook weet, gewoon ook door contacten met andere instanties, dat dit het topje van de ijsberg is. Het punt van armoede is dat als mensen wat langer leven, dan weten ze ook dat je ziet dat in dat gezin is het niet goed gegaan. En in het volgende gezin gaat het weer niet goed. Is er al besloten wie er naar groep 6-7 gaat? Iedereen gaat naar groep 8. Iedereen gaat naar groep 8. Bijvoorbeeld wat wij meegemaakt hebben in december, toen het zo koud was in Nederland, dat kinderen geen winterjas hebben. Gewoon met een zomerkleding naar school komen. Initiatief is toen geweest van Archipel Scholen in samenwerking met de Rotary Vlissingen om 80 winterjassen te verzamelen. En dat is geen vintage, maar dat waren vaak winterjassen rechtstreeks uit de kledingwinkel gehaald. Kaartjes hadden nog aan. En die heb ik verspreid over de scholen via de directeur, intern begeleider, op de juiste plek terechtgekomen. Je merkt ook dat kinderen geen eten bij zich hebben. Je moet je dus voorstellen, op dit moment zijn het natuurlijk alleen maar continu roosters. Dat is een overblijfsel zeg maar, van corona. Kinderen komen niet, gaan niet naar huis tussen de middag. Dus ja, dan is het ook zichtbaar wat kinderen in een trommeltje bij zich hebben. Illustratief is dat op een van mijn scholen was een kindje, een meisje wat een roze trommeltje bij zich had waar 4 stukjes chips in zaten. Dat was haar lunch. Ja, dan moet je wat gaan doen. Ja, 5 van de 18 scholen krijgen bij mij dagelijks een lunch aangeboden. Gemaakt door ouders, bedrijven, vaak onder leiding van een kok. Dus een aantal keer per week is het ook een maaltijd die deels warm is. Dat doen we in het kader van toch ook het geven van gelijke kansen. Je kunt prachtige onderwijskundige interventies gaan bedenken, leerlijnen ontwikkelen. Kortom, van alles doen. Maar als kinderen geen eten hebben, gaat het helemaal nergens over. Kunnen kinderen zich niet concentreren, wat ze zelf ook zeggen. En komen ze niet tot leren. Nou, dan doe je iets tegengesteld. Dus al zijn wij niet op aarde om armoede te bestrijden, probeer ik je wel aandacht aan te geven. En doordat je die aandacht geeft, betekent je als school, als scholengroep, buitengewoon veel voor deze kinderen. Want er zijn scholen bij, een van die 5 scholen staat in een wijk waar het voor de crisis, zeg maar de totale crisis, corona en dergelijke, was al 84% zat onder de armoedegrens. Inmiddels is dat meer dan 90%. Dus kinderen komen uit wonen in een omgeving waar echt sprake is van zichtbare armoede. Nou, het wordt bekostigd door het Jeugdeducatiefonds, onder leiding van Hans Spekman. Die betaalt in feite de rekeningen van de verschillende lunches die door ons worden verstrekt. Het kabinet heeft gezegd, wij gaan ook wat doen, iets van 9 euro per week. Dat is wat aan een geringe kant, maar toch. Nou, er is een moment wellicht dat dat niet voldoende is. Ja, ik kan niet over mijn hart verkrijgen dat ik uiteindelijk moet zeggen tegen een kind, er is geen brood meer. Dus ik heb dan wel wat te doen in sponsoring en zeg maar in contact met de lokale overheid. Daar waar ik burgerlijk ongehoorzaam kan zijn, zal ik dat doen. Dus ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk ook toch een deel van onderwijsgeld moet gaan gebruiken om kinderen te kunnen voorzien van hun eerste levensbehoeften. Dat mag formeel niet. Maar voor mij is dat secundair. Primair is dat het met kinderen goed moet gaan. Dus ja, het zit bij mij diep. Wij, Sociaal en Cultureel Planbureau, gaan uit van een referentiebudget. En daarbij gaan we uit van als mensen langere tijd, dus een jaar lang, onvoldoende geld hebben om bepaalde noodzakelijke dingen te kunnen kopen, dan is iemand arm. Dus we gaan echt uit van de situatie in Nederland, wat er in Nederland als noodzakelijk wordt gezien, zowel qua goederen als voorzieningen. Dat voedselbanken bestaan,
Het zou niet nodig moeten zijn, deze welvaart. Maar ik denk dat armoede er altijd geweest is, maar dat voorheen mensen en kerken bijvoorbeeld meer mensen hielpen. Mensen elkaar meer hielpen. Nu woont iedereen een beetje op een eiland, heb ik het idee. Iedereen zijn eigen dingetje en dat zit. Dat gevoel heb ik wel, waardoor toch de voedselbank heel belangrijk is geworden om de mensen toch te helpen. Ja, in 1995, toen had koningin Beatrix, toen nog, die had het over stille armoede. En toen waren er 1,2 miljoen mensen in armoede. En dat is eigenlijk nauwelijks veranderd. Ja, er zijn dus nu ambities van minister Schouten. Die wil de armoede gaan halveren. Alleen dat gaat niet lukken. De ramingen van het Centraal Planbureau die wijzen erop dat er in 2031 weer ruim 1,1 miljoen mensen in armoede leven. Iedereen is met een armoede bezig. Niemand is nog met de armoede bezig. En dat is die monoprobleemcultuur. Maar wat we weten is dat als je in armoede leeft, ja, het ene probleem het andere probleem met zich meebrengt. En dat wil dus zeggen dat we structureel er heel weinig aan doen, maar dat we wel allemaal aan die deelprobleempjes iets doen. En dat we zo het echte probleem, die bestaansonzekerheid die eronder ligt, want dat is uiteindelijk het gegeven. Hè? Als u arm bent, dan bent u vaak onzeker van uw woonst, vaak onzeker van uw inkomen, vaak onzeker van uw gezondheid, vaak onzeker van uw sociaal netwerk. Dat brengt dat allemaal met zich mee. Maar door die monoprobleemcultuur pakken we dat niet integraal aan. Komkommers bij het anker en Melse bloemkool. De kerken die doen één vers product per week sponsoren, al doen ze al jaren. Ja, de rest is het ophalen van de winkels in de buurt, van wat er nog over is. Ja, en dat is eigenlijk een beetje wat mensen brengen. En van donaties kopen we wel eens voedsel. Als we bijvoorbeeld geen groente hebben, dan koop ik zelf de groente bij. Zo proberen we iedere week weer het pakketje te vullen. Ik denk dat veel crises zijn veroorzaakt voor een deel door ontwikkeling in heel de wereld. Maar ook wel doordat we al jarenlang, decennia soms, dingen voor ons uitgeschoven hebben. En juist die visie niet hebben laten zien. Dat zie je rondom stikstof, dat zie je in de asielcrisis, dat zie je bij de klimaatcrisis. Het onderwijs verkeert in crisis en we hebben ook een bestaanszekerheidscrisis rondom armoede. En ik denk dat de onvrede vanuit de samenleving juist wordt veroorzaakt ook doordat dat perspectief niet geboden wordt. Die stap vooruit niet wordt gezet, die visie niet wordt gedeeld. En ik denk dat een daadkrachtig leider die visie ook verwoordt, dat die ook wel degelijk de steun vanuit de samenleving kan krijgen, ook als het niet helemaal op individueel niveau bij een ieder past. En dat mogen we ook al van onze leiders in Den Haag verwachten, vind ik. Ik ben 32 jaar geleden gescheiden met 3 kleine kinderen. En ik heb altijd in die armoede geleefd. Gescheiden, een uitkering, kleine kinderen om voor te zorgen. Dus ik weet, zoals iedereen die bij de voedselbank komt, hoe het is om er bijna niks van te moeten komen. Iedere week weer uit te tellen of je rondkomt. En dat is mijn grootste motivatie geweest, dat ik dat die mensen wil helpen. En dat blijft het. En ik vergeet het niet. Er is ook een groep mensen die voelen zichzelf heel erg onzeker. Hun gevoel van eigenwaarde gaat natuurlijk heel erg naar beneden, omdat ze arm zijn. En er zijn ook mensen die proberen daar toch aan vast te houden. En soms het laatste restje van eigenwaarde is een mooi voorbeeld. Een mevrouw die hier is, die ziet er altijd keurig netjes uit, netjes verzorgd. En ik maakte daar een opmerking over van, goh, wat zie je er weer leuk uit vandaag. En daar was ze zo blij mee dat ik dat zei. En ze zei van, ja, dat is het laatste wat ik nog heb. Het laatste wat ik nog heb. Want als ik dat kwijtraak, ja, wat is er dan nog van mij over?
Als wij als schuldhulpmaatje in de vroegte al kunnen aanschuiven en die mensen dus helpen, dan zijn er die kosten niet meer voor de gemeente er niet meer. Mensen zijn zelfstandig geworden en je hebt als het ware een probleem voor hen en voor de maatschappij opgelost. Die hulpvrager die is door allerlei omstandigheden in een nadigheid gekomen, maar die moet je ook begrijpen. En dat kan je alleen maar doen als je ook je maatje voelt. Je moet luisteren naar het verhaal wat iemand heeft. We willen graag leerbare hulpvragers hebben die ook zelf na afloop van het traject dat we met ze ingaan weer zelfstandig kunnen opereren. Als wij dat niet ontdekken of we kunnen die mensen niet vinden, dan komen die in een spiraal terecht. En in het begin gaat het langzaam, maar op het moment dat er een deurwaarder aan jouw deur komt, iedere brief die de deurwaarder stuurt, loopt de schuld al in het 100 euro op. De schulden die bij huur en bij zorgverzekering en dat soort dingen ontstaan, die worden geregistreerd en de gemeente krijgt daarvan uitsluitsel. Die wet is bedoeld om al vroeg mensen in beeld te brengen die schulden hebben, maar als ze niet accepteren dat ze die schuld ook dat die bekend is en dat er ook iets aan gedaan kan worden, dan loopt het spaak. En dat is het probleem met vroegsignalering die wettelijk voor ons is geregeld. Daar moeten wij eigenlijk vaker hebben van onze kanalen in de samenleving. Hè. En Caritas probeert in de haarvaten van de samenleving te komen. Hè. Terwijl er zoveel geld naar armoedebeleid gaat en er ook zoveel beleid is, zeker in de gemeentes, het helpt niet. Het zijn vaak, dat hebben ook de gemeenteambtenaren gezegd, het zijn vaak pleisters plakken. Dus je gaat wel de gevolgen van armoede verminderen. Bijvoorbeeld door mensen toch een schoolreisje mee te laten doen of wat dan ook. Maar het gaat niet de armoede zelf tegen. En dat is jammer. En dan kan je wel zeggen van ja, weet je, je kunt gewoon zorgen dat iedereen gaat werken. Maar ja, als mensen gezondheidsproblemen hebben, dan lukt dat vaak niet. En dat geldt voor ongeveer 2/3 van de bijstandsgerechtigden. En ik denk eerlijk gezegd dat heel veel dingen vereenvoudigd moeten worden. En ook voor de uitvoering moet het eenvoudiger worden, want zij hebben ook vaak heel veel last van ingewikkelde toestanden. Naar mijn inschatting, de laatste cijfers van werkende armen zijn, als ik het goed heb, uit 2021. Toen waren er ongeveer 230.000 werkende armen. Dus werken is al niet meer voldoende om niet in armoede terecht te komen. En ik denk dat we nu op het niveau zitten dat we ongeveer evenveel werkende armen hebben dan dat we bijstandsgerechtigden hebben. Of mensen hebben die bijstand ontvangen. Dan is het uit balans. Dan hebben we iets niet goed gedaan. Het begint altijd met financiën. Dat kan op allerlei terreinen. Van financiën kan er een probleem zijn. En als je dat in kaart gebracht hebt, dan ga je samen een plan maken. Dat valt over het algemeen reuze mee, de problematiek rond financiën. Wat een veel grotere problematiek is, vind ik, is de sociaal-emotionele problematiek daar rond. 3/4 van mijn tijd steek ik daarin. Eigenlijk is dat meer maatschappelijk werk dan dat je zegt van nou, dan ben je bezig met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgettering. De kerk die nam een hele belangrijke positie in voor wat betreft het zorgen voor de mensen die het meest kwetsbaar waren. Dat is natuurlijk helemaal verloederd, daar is niks van overgebleven. Dat is overgenomen door de professionals die in mijn ogen, vroeger niet hoor, maar nu heel veel steken laten vallen. Als mij vandaag iemand belt, dan geef ik hem vandaag antwoord, dan ga ik hem morgen naartoe. Want iemand belt niet zomaar, iemand vraagt niet zomaar om hulp. Eer jij besloten hebt om echt hulp in te roepen, dan is er al heel wat water door de Schelde heen en weer gegaan, voordat je die vraag durft te stellen. Dan ben je uiteindelijk zo moedig om die hulpvraag neer te leggen en dan zeggen ze, nou, over 8 weken ben je aan de beurt. Als je geluk hebt. In het schoolplan, dat is het grote beleidsplan van elke school, dat moet elke 4 jaar gemaakt worden, dat daar een paragraaf in komt, armoedebeleid, en waarin de school opschrijft wat ze
hoe ze aankijken tegen armoede en hoe ze daarmee om willen gaan. En dat schoolplan, dat is een belangrijk stuk, want dat moet besproken worden in de medezeggenschapsraad. Sterker nog, daarmee moet de medezeggenschapsraad instemmen. In de medezeggenschapsraad zitten de ouders, zitten de leerkrachten. Dus dan heb je al een heel groot deel van de gemeenschap van de school heb je te pakken. In het voortgezet onderwijs zitten ook de leerlingen in de medezeggenschapsraad. En die moeten dan allemaal instemmen met dat armoedebeleid. En dat zorgt er dus voor dat je minstens elke 4 jaar, en hopelijk vaker natuurlijk, dat die groepen met elkaar praten over, oké, wat is dat probleem, het armoedeprobleem bij ons op school? En hoe willen we daar als waardegemeenschap mee omgaan? Wat kunnen we doen om die kinderen die daar mee te maken hebben, om die effectief te ondersteunen om ook het beste uit zichzelf te halen? Veel activiteiten op scholen die zijn afhankelijk van de bijdrage van ouders. Niet alleen in hand- en spandiensten, maar ook in geld. Hè. De scholen mogen vrijwillige ouderbijdrage vragen. En de basisschool 35, 40, 45 euro per kind per jaar. Sinds 2 jaar mag je kinderen niet meer uitsluiten van activiteiten als hun ouders niet betaald hebben. Dat gebeurde dus vroeger wel. Dat is in de kern dus een goede wet. Het heeft wel een negatieve consequentie. Want scholen zien nu dat steeds minder ouders die ouderbijdrage betalen. En dat heeft als consequentie dat er steeds meer scholen zijn waarbij zo weinig ouders nog de ouderbijdrage betalen dat de activiteiten niet door kunnen gaan. En helaas concentreren dit soort problemen zich. Dus je hebt scholen waar relatief veel ouders zitten met veel geld. Daar kan nog steeds van alles georganiseerd worden. Daar kan van de ouderbijdrage, kunnen daar vakdocenten in gehuurd worden. Kan een prachtige reis, soms naar het buitenland, ook in het basisonderwijs worden georganiseerd. En je hebt nu echt scholen waar niks meer kan. Daarom heeft recent een hele brede coalitie van onderwijsorganisaties, die hebben de minister en de Tweede Kamer opgeroepen om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen. En elke school per jaar wat geld te geven per leerling extra om ervoor te zorgen dat dit soort activiteiten gewoon voor elke leerling georganiseerd kunnen worden, ongeacht het inkomen van de ouders. En in het voortgezet onderwijs moet dat uiteindelijk ook gebeuren. Alleen zien we dat daar die bedragen op dit moment veel hoger liggen. En dat heeft ook te maken met het feit dat daar veel meer mee gebeurt. Bijvoorbeeld technasia worden ervan betaald of tweetalig onderwijs. En als we dat nu in 1 keer afschaffen en vervangen door een vast bedrag per leerling per jaar, dan weten we ook niet precies wat we weggooien. Dus daarvan hebben we gezegd, laten we eerst even inventariseren wat er allemaal met dat geld gebeurt. Zodat we daarna met elkaar een goed gesprek kunnen hebben over de vraag, wat vinden we nou echt belangrijk? We hebben natuurlijk de participatiewet, die omvat nu bijna alles. En dat betekent dat iedereen mee kan doen. Maar goed, dat valt de bijstand onder, daar valt WW onder, daar valt een hele stel regelingen valt daaronder. Waar de gemeente mee aan de slag is. Maar en uiteindelijk gaat het over de mensen waar je het voor doet, die bij je aankloppen, die onder een bestaansminimum zakken, of in ieder geval in armoede leven. En daar voeren wij gewoon de participatiewet uit, maar de gemeente doet meer dan dat. Want wij proberen de mensen ook verder te faciliteren om uit armoede te komen. Want dat is uiteindelijk het doel. Iedereen moet mee kunnen doen op zijn of haar niveau en daar dan ook geluk in de samenleving kunnen vinden. Maar we zien ook dat dat erg ingewikkeld is voor de gemeentes wanneer er op landelijk niveau lagere uitgangspunten zijn. Men heeft nu bijvoorbeeld het minimumloon met 10% verhoogd. Nou, dat was ook wel duidelijk nodig ook, gezien de inflatie, stijging van energiekosten, stijging van levensonderhoud. Ja, de participatiewet die geeft eigenlijk natuurlijk de mogelijkheden aan die wij als gemeente hebben om mensen bij te staan. Dus bijstand is natuurlijk niet voor niks, heet niet voor niks bijstand, het is bijstaan van mensen. En de participatiewet is eigenlijk gewoon heel streng. Als je dat leest dat iemand, een bijstandsmoeder, die wordt dan bijgestaan door haar eigen moeder, die dan 1 keer in de week een tas met boodschappen levert. Ja, en die krijgt dan vervolgens een korting. Die participatiewet is redelijk streng. Streng niet alleen naar de mensen, maar ook naar de uitvoerders. Want wij zijn degene die dat, als er een aanvraag is, dat moeten beoordelen of er geen dingen gebeuren die onrechtmatig zijn. Want als wij onrechtmatig geld verstrekken, ja, dan krijgen wij ook dat geld niet. Dus wij zijn ook wel met handen en voeten gebonden aan die veel te strenge participatiewet. In 2012 riep de koning, de participatiewet komt eraan, hoera, 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 in de troonrede. En de minister-president die riep, je moet zoveel mogelijk de mensen zelf verantwoordelijk maken voor. Prima,
Ik ben het er helemaal mee eens. Iedereen moet zoveel mogelijk verantwoordelijk zijn voor datgene wat hij doet. Maar je moet het wel kunnen. Ja? En in Nederland, we leven hier met 18 miljoen mensen, zijn er ongeveer 16,5 miljoen. Misschien nog iets meer of iets minder. Die dat prima kunnen, die niks nodig hebben van al die hulp uit de participatiewet. Maar er is ook een categorie mensen die wel die hulp nodig hebben. Erken en herken die mensen. De kwaliteit van die samenleving, dat die afhangt van hoe je juist voor die categorie van mensen zorg draagt. Als je kijkt naar de sociale werkplaatsen, mensen die SW, sociale werkvoorziening, deel konden nemen. Ja, dat wordt uitgefaseerd. Dus er zijn steeds meer mensen die met weinig achtergrond, met niet zo heel veel talenten, dan losgelaten worden op een maatschappij en daar zichzelf moeten redden. Waar vroeger veel nadrukkelijker op gelet werd. En dat is, dat is natuurlijk echt gewoon niet goed. Dat is echt slecht. Gelukkig is er dan nog wel de sociale werkvoorziening die we hebben. Dat is Deton, dat doen we zeer Vlaams breed. Daar hebben we afspraken ook over met onze sociale zaken, hoe we dat dan oppakken. Ja, uiteindelijk hebben wij best wel redelijk wat mensen die voor ons echt mensen individueel begeleiden. Om te kijken wat voor mogelijkheden hebben die. En dat, dan kan van alles. Hè. Dan kan je een opleiding volgen, je kan een stage lopen. Al die mogelijkheden zijn er. Maar uiteindelijk is het wel dat deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en je inkomen kunnen verdienen, is wel een belangrijk onderdeel om te zorgen dat mensen zelfstandig hun bestaan weer op kunnen bouwen. En daar hebben we allerlei instrumenten voor. We hebben het werkservicepunt dat al voor werkt, het UWV. Nou, er zijn allerlei organisaties die trachten om mensen deel te laten nemen in het arbeidsproces. De gemeentes zien ook wel dat het best moeilijk is om mensen te bereiken. We doen allerlei folders uitgeven, we zitten op de website. We gaan bijvoorbeeld naar de voedselbank om ook regelingen onder de aandacht te brengen. Dat doen we allemaal wel, maar toch kan het zijn dat mensen zich best wel schamen in de situatie waar ze in zitten en geen hulp zoeken. En die mensen zijn moeilijk te bereiken, dat realiseren we ons ook. En als je helemaal aanklopt en je komt al in een hulpverleningstraject, wij zijn dat liever wat voor. Nou, als je kijkt naar de speciale voorzieningen die er zijn, bijvoorbeeld voor mensen die een vorm van bijzondere bijstand nodig hebben. Een van de dingen, ik weet niet of dat nog duidelijk is, maar ooit was er een wet voorziening gehandicapten. Die werd afgeschaft en toen werd er gedacht van hoe kunnen we die mensen die toch ook aan de onderkant zitten en dan vervolgens een ziektekostenverzekering moeten afsluiten die heel duur is en daar allerlei dingen extra voor moeten betalen, hoe kunnen we die nou ontzien? En daar is bijvoorbeeld de gemeentepolis uit voortgekomen. Een gemeentepolis waarin je kan zorgen dat mensen tegen een laag tarief toch goed verzekerd zijn. En zo zijn er verschillende dingen, maar er zitten ook dingen in die wij ontwikkelen of ondersteunen, als bijvoorbeeld de voedselbank of de kledingbank. En als je mij in mijn hart kijkt, dan heb ik eigenlijk liever dat we mensen fatsoenlijk een uitkering geven, als dat we ze afhankelijk maken van een voedselbank of een kledingbank. We hebben geen bijstand bedacht om mensen dan vervolgens afhankelijk te maken van dit soort zaken. Wat me erg geraakt heeft, op een gegeven moment de film gekeken, I, Daniel Blake. Het gaat over een man die uiteindelijk met hartfalen problemen heeft en dan vervolgens naar de gemeente moet om een uitkering. En langzaam zie je dat hij eigenlijk verwort tot iemand die krachtig was, tot iemand die eigenlijk helemaal afhankelijk wordt, een nummer wordt en eigenlijk niet naar geluisterd wordt. En iedereen vindt dat een prachtige film. En iedereen spreekt schande van de gemeente dan. En als je dan vervolgens kijkt ik heb het besproken met mensen ook in kerken. Als je dan vervolgens zegt vinden jullie, jullie als gemeente zijn schandalig bezig. Ik zeg maar, hoe praten jullie in je gewone dagelijkse ding, als je op een verjaardagsfeestje zit, over iemand die in een uitkering zit? En dan blijkt dat jullie eigenlijk degene zijn die politiek gezien aansturen dat wij het zo streng maken. Dus we maken bij wijze van spreken die gemeente zelf
En wij zijn als, worden dan als gemeente gezien als de boeman. Terwijl ik eigenlijk vind dat als wij niet openstaan voor mensen die het minder hebben, dan veroorzaken we zelf dit soort systemen. En daar word ik kwaad om. Het zou eigenlijk niet uit moeten maken, vind ik, in welke gemeente je woont, wat je aan ondersteuning krijgt. Wij hebben in Zeeuws-Vlaanderen intensief overleg met elkaar, zodat het in Sluis, Terneuzen en Hulst toch zoveel mogelijk gelijkluidend is. Dat je voor dezelfde dingen in aanmerking komt. We hebben ook overleg Zeeuwse overheden om te proberen dat zoveel mogelijk in lijn met elkaar te brengen. Dat vind ik wel. Maar dat is moeilijk, want elke gemeente heeft toch wel zijn specifieke dingen. Heel lang was de wens om te kijken voor vrij vervoer. En dat hebben we nu, het minimaproduct heet dat dan, hebben we nu voor een jaar een pilot. En dat is na de spitsuren, in de daluren, kunnen mensen dan gratis reizen. Nou, en daar hebben wij van gezegd, wij hopen dat dat dan ook weer meer deelname aan de maatschappij oplevert. En daardoor ontstaan er dus verschillen. En daar werk ik dus zelf ook aan mee, ondanks dat ik eigenlijk wel zou willen dat het in de gemeentes wat meer eenvormig zou zijn. Het allerbelangrijkste is dat het kabinet eerst echt ook met een visie komt. Waar willen we staan over 10, 20 jaar? En het kabinet zou daar echt werk van moeten maken. En waarom doen ze dat onvoldoende? Ja, dat gaat ook over politiek. Dat gaat echt over politiek. En ik vind dat het kabinet veel meer over de eigen schaduw heen zou moeten stappen. En naar de toekomst zou moeten kijken, wat is er nodig voor de nieuwe generatie en ook voor mensen die nu in armoede leven. En ook dat je als kabinet wat minder gericht bent op de effecten op de hele korte termijn. En misschien ook wel het krantenbericht of het televisieoptreden. Maar dat je veel meer kijkt van oké, maar wat is er ook voor de dag van morgen nodig? Mijn analyse is dat als je kijkt naar wie er gaat over het armoedebeleid, of wie gaat over het beleid aan zich, en dus ook over de bestaanszekerheid van mensen, want dat is uiteindelijk wel een sociaal grondrecht. Mijn analyse is dat dat beleid vooral heel technisch wordt ingestoken. Dat dat beleid dus niet wordt ingestoken vanuit de gevoelswereld. En ik denk dat als we terug meer gevoel in beleid willen, dat we veel meer gebruik zullen moeten maken van ervaringskennis. En wat we nu doen is, we baseren ons op wetenschappelijke kennis. We hebben allemaal een masterdiploma. We baseren ons op beleidskennis. Dat wil zeggen, we kunnen notities schrijven waar we alleen zelf maar aan uit kunnen. En we baseren ons op professionele kennis. En dat is steeds vaker op te vatten als politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Dat zijn de drie kennisbronnen. Die ervaringskennis als kennisbron, die hebben we nagenoeg niet in beeld. En wat je dan krijgt, is dat je beleid maakt dat bol staat van de goede bedoelingen, dat technisch gezien eigenlijk perfect werkt, maar dat als je dan kijkt naar de armoedetheorisme niet verder komt dan pleistersprakken. Concepten als zelfredzaam zijn, iedereen moet zelfredzaam zijn, terwijl we dat geen van allen zijn. Maar als ik problemen heb, kan ik ze outsourcen. Kom ik er niet uit met een moeilijke brief, dan is er ongetwijfeld een adviseur te vinden die voor mij wil invullen en die voor mij het wil overnemen. Nou, als je in armoede leeft, kan je dat niet. En dan is jouw outsourcingsmechanisme is dan die overheid. En die overheid, het eerste wat die vraagt, hoe zelfredzaam bent u? Heel moeilijke brieven waar je niet aan uit kunt. En ik denk dat als we dat allemaal willen tackelen, dat we ander soort beleidsmedewerkers ook moeten toelaten. En dan kom je uit op wat ik dan noem spreidstandburgers. Daarmee bedoel ik meestal mensen die zelf ooit in het systeem hebben knel gezeten. Dat kan zijn door heel veel problematische schulden, dat kan zijn door klem te zitten in de GGZ, dat kan zijn door zelf in armoede geleefd te hebben, maar die wel op eigen houtje een mooie positie hebben verworven binnen bedrijfsleven, binnen de overheid. En dat zijn mensen die echt de spreidstand, die kennen de beide werelden, die staan ook nog echt in die beide werelden, die voelen ook nog de pijn van hun vorige wereld en die merken nu dat ze in een heel eenzijdige werkomgeving zijn terechtgekomen. En ik denk dat we echt dat organisatiekapitaal, want die mensen zijn er, die zitten vaak al in ministeries, dat organisatiekapitaal zullen we veel, veel meer moeten benutten. En dan zullen we moeten zorgen dat die mensen de veiligheid voelen om naast die drie kennisbronnen, wetenschap, beleid, professionele kennis, om naast die drie kennisbronnen ook ervaringskennis in te zetten. Dat zou een spreidstandburger anders kunnen doen, dan geef ik altijd het concrete voorbeeld van de zelfredzame dakloze. Wij hebben hier in Nederland jaren een term gehad, in sommige gemeenten wordt die term nog altijd gehanteerd. Ondertussen zijn we opgeschoven naar economische daklozen, maar blijft uiteindelijk hetzelfde. Het gaat over mensen zonder een huis, het gaat over dakloze mensen.
Maar we hebben de term zelfredzame daklozen, wat wil zeggen dat als u dakloos bent, dat dat niet per definitie voldoende is om ondersteuning te krijgen voor dakloosheid. Want als u nog zelfredzaam bent, als u zou bij wijze van spreken nog ergens in een caravan kunnen slapen, of u zou bij wijze van spreken bij je ex-buurman systematisch op de grond kunnen slapen, dan ben je in principe volgens de definitie niet dakloos genoeg om ondersteuning te krijgen voor dakloze mensen. Nou, dat wil dus zeggen dat er ooit, visueel ingebeeld, ooit een tafel is geweest bij wijze van spreken met 10 ambtenaren. En die hebben daarover gebabbeld. En één daarvan heeft gezegd, ja, maar misschien om die toegang tot dakloze onderziening een beetje strakker te maken, moeten we die term zelfredzame dakloze gaan introduceren. Als daar ooit iemand had bijgezeten die ex-dakloos had geweest, die had ongetwijfeld gezegd, ja, mijn collega, ben je op je hoofd gevallen? Hoe kan je, je hebt geen huis. En dan ga je zeggen dat ik nog zelfredzaam ben, maar hoe kan dat nou? En dat is toch hetgeen dat volgens mij wat anders moet. He, wat ik zei van de armoedeterrorisme. Ja, op een bepaald moment moet je toch iemand zeggen, maar jongens, maar dit is prijstersprake. Dit is niet de armoede oplossen, dit is een armoede oplossen. En die een armoede is het gevolg van de armoede. Als we daar niks aan doen, gaan mensen alleen maar meer door de benen zakken, meer door de hoeven zakken en wordt het probleem alleen maar groter. Als wij mensen willen helpen, dan natuurlijk meer geld helpt ongetwijfeld. Maar minder bureaucratie en minder onder druk zetten zal ook heel hard helpen. Als wij willen dat mensen zelf stappen zetten, ja, dan moeten we wel zorgen dat een bijstand geen wielkrem meer is. Want dat is nu wat het is. En ik spreek van een vissenkom-effect. We hebben goed bedoelde regelingen die echt bedoeld zijn om mensen te doen groeien. Maar we hebben ze zo verschraald en zo streng opgezet dat er sprake is van een vissenkom. Men zwemt erin rond en men groeit niet. En dat is niet ondanks die regelingen, dat is dankzij die regelingen. En dat systeem moeten we op de schop nemen. En dat kan bijvoorbeeld door na te denken over het afschaffen van de toeslagen of daar andere manieren in vinden om mensen toch datgene wat ze nodig hebben te bieden. En ik denk dat we nog veel verder moeten nadenken, hè? Dat we misschien op een bepaald moment moeten zeggen van oké, maar we kunnen wel armoedebeleid gaan doen, maar dan zijn we aan het focussen op mensen die in armoede leven. Wat we ook kunnen doen is zeggen, ja, maar we moeten focussen op mensen die in armoede leven en op die laag die erboven zit en die met heel veel onzekerheden te maken heeft en die systematisch de grip op het bestaan aan het verliezen is. En als jij dat riedeltje van een eigen verantwoordelijkheid en je wil mensen helpen om vooruit te komen en sociaal te mobiliseren, dan moet je zorgen dat die structurele oorzaken dat die weggenomen worden. En voor mij betekent dat vooral zorgen dat onze sociale grondrechten, wonen, onderwijs, bestaanszekerheid, arbeidsmarkt, dat die op orde zijn. En dat daar vooral naar de mensen gekeken wordt. Dat we niet gaan zeggen van oké, maar hoe proppen we de mensen nou in het systeem? Maar dat we gewoon kijken van hoe kunnen we de systemen nou rond de mensen bouwen zodanig dat iedereen op zijn eigen manier een waardig bestaan kan bekomen. Als ik kijk naar mensen in armoede en ik ga ervan uit dat ze domme keuzes maken en ik ga ervan uit dat ze ongezonde keuzes maken, kan ik voor die mensen dan het goede beleid maken? Als dat mijn aannames zijn en ik toets die aannames niet bij mezelf, ja, dan zit daar het structurele probleem. En ik denk dat we daar vooral iets aan moeten doen. En als ik dan kijk naar gemeenteland, als het gaat over armoede en schulden. Ik ben dan portefeuillehouder in het VNG-bestuur. Dus eigenlijk namens de Nederlandse gemeente praat ik met het kabinet over armoede, schulden, het meedoen van mensen via de participatiewet. Dan zie ik dat in mijn achterban, dus de wethouders uit de grote steden, kleinere gemeenten, of ze nou van VVD-huizen zijn, van GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, D66 of wat dan ook, allemaal staan ze achter dit verhaal. Allemaal zeggen ze, er zijn structurele oplossingen nodig. Allemaal zeggen ze, het moet minder complex. Allemaal zeggen ze, de bijstand is te laag. Dus je ziet in de volle breedte bij die wethouders, die met een poot in de klei staan, dat ze echt wel zien wat er nodig is. Alleen in Den Haag vindt men dan dat net wat spannender, is het allemaal net wat politieker. En daar moeten we eigenlijk ook van vragen, van joh, probeer nou ook die gezamenlijkheid te vinden. Probeer ook de handen ineen te slaan en toch met die oplossingen te komen. Of omarm in ieder geval de oplossingen die wij vanuit de gemeente aanbieden. Want wij hebben ook ideeën zat en die hebben we ook met het kabinet gedeeld. Eigenlijk een apolitieke aanpak. Want als het gaat over het bestrijden van armoede en bestaanszekerheid en het bevorderen van gelijke kansen van kinderen, dan is dat ook helemaal niet zo politiek. Want als je daarin investeert, dan is dat ook goed voor de, om maar even in VVD-termen te blijven, de BV Nederland. Dan is dat ook goed voor het ziekteverzuim van mensen. Dan is dat ook goed voor de kansen van kinderen, de potentie die je uit die kinderen haalt. Dan is dat ook goed voor de veiligheidscijfers. Mensen die in armoede leven, daar zien we ook relatief dat ze soms ook vatbaarder zijn voor criminele activiteiten. Dat ze geronseld worden door foute types.
Het is zo belangrijk dat je in die basis van mensen investeert. En dat is eigenlijk helemaal niet politiek. Dat zou elke partij van links tot rechts moeten onderkennen. Optimisme is een groot woord, maar je kan niet ontkennen dat als je naar het debat kijkt en hoe het nu leeft, hoe bestaanszekerheid, bestaansonzekerheid, hoe je het ook noemt, hoe dat nu prominent op ons netvlies staat, nou, dat was 3 jaar geleden gewoon niet het geval. Dat was totaal niet het geval. 5 jaar geleden moest ik mensen nog uitleggen dat armoede echt bestond in Nederland. Nou, dat ga ik de dag van vandaag niemand nog moeten uitleggen. Is dat optimisme? Dat zou ik niet zeggen, maar het moet ergens bij beginnen. En die bewustwording is volgens mij de eerste stap. Want dat gebeurt ook veel. Dat mensen toch op, nou, wat kortere of langere termijn, hun leven weer op de rails krijgen. En dan zijn we ze hier, dan zien we ze niet meer. Het is natuurlijk triest dat mensen naar mij komen en die hier komen. Maar we hebben ook plezier en ook met de mensen zelf. En we maken grapjes. En dus het geeft de mensen ook een goed gevoel.